Gemeentelijke instanties zoals de voedselbank, scholen en bibliotheken moeten gratis menstruatieproducten aanbieden. Daarvoor pleiten de gemeenteraadsfracties van de PvdA en 100% Groningen. De fracties willen graag weten of het college bij kan dragen aan het doorbreken van het taboe dat heerst over menstruatie en menstruatiearmoede. Daarnaast willen deze fracties dat het mogelijk wordt om via de Stadjerspas gratis of met hoge korting menstruatiecups te verkrijgen. Dit is nodig omdat we uit onderzoek weten, maar ook uit verhalen van meisjes en vrouwen, dat er soms gewoon geen geld is voor dit soort producten. Tampons, maandverband. En je moet je voorstellen wat er gebeurt met je als jong meisje geen tampons of maandverband voor handen hebt en dat je alleen maar de angst hebt dat je doorlekt. En dan kan je niet naar school misschien of je kunt niet naar je werk. Dus het is nodig dat voor iedereen dit soort middelen beschikbaar zijn, zodat je niet uit angst of schaamte niet mee kunt doen in de samenleving. Kijk, menstruatieproducten zouden natuurlijk voor iedereen beschikbaar moeten zijn, maar deze vragen zijn vooral gericht op de nachtopvang, op de voedselbank, maar ook andere organisaties die zich inzetten voor de minima, zoals bijvoorbeeld de kledingbanken. En dat is dus voor mensen die het zelf niet kunnen betalen, zijn menstruatieproducten ook zo duur? Ja, menstruatieproducten zijn best wel duur. Gemiddeld in Nederland ben je zo'n 8 tot 25 euro per maand kwijt. En je kunt je voorstellen, als je moeder bent met twee meiden en je hebt 50 euro per week te besteden, dan is het soms echt kiezen tussen eten of dit soort producten. En denken jullie dat dit ook echt bewerkstelligd gaat worden? Uiteindelijk ja, maar ik denk niet dat dat met deze vragen al gaat gebeuren. Het is natuurlijk een proces en we zijn nu nog aan de beginfase en daardoor schalen we langzaam op. Dus dit is het begin.